thanks voor de uitnodiging. Ik ben geen IT-specialist. Dus ik ben dat niet. Ik ben 59 jaar. 59 jaar kan je gewoon geen IT-specialist meer zijn. Wie is die 59 jaar? ik heb wel geschiedenis. Ik ben ingenieur van vorming. Ik heb software geschreven voor telefooncentrales. Dus ik heb in Phoenix gewerkt 2 jaar voor de eerste generatie van digitale telefooncentrales. En dan heb ik in IT gewerkt een tijdje. En ben ik verantwoordelijk geworden voor een technisch trainingscentrum, dan trainingmanager geworden. Met de vraag van hoe kun je eigenlijk van organisaties leren, organisaties maken. Dan ben ik corporate learning officer geworden bij Siemens België. Dus van hoe kun je van 7000 mensen een leren organisatie maken. Ik heb dat na 3 jaar opgegeven. Gaat niet. Ik ga ook uitleggen waarom dat niet gaat. Het heeft deels met onderwijs te maken, ook deels te maken met hoe de organisaties vandaag in elkaar zitten. Dus ik ga er gewoon mee beginnen. De titel is No More Shipping. Het gaat ook over innovatie. Ik heb ongeveer wel wat tijd nodig. Ik heb hier Adchef staan. Ik stel die vraag altijd speciaal naar IT-mensen. Dat is mijn Twitter-account. Wie kan er hier nu een tweet versturen? Bij jullie? Toch een aantal mensen. Nu, als je in IT zit en je kunt niet tweeten, dan ben je eigenlijk incompetent. dat kan zijn dat je dat niet beseft. Dan ben je eigenlijk onbewust incompetent. Dat is eigenlijk nog erger. Ja, maar dus, ik ga ook wel zeggen waarom dat zo is. Maar dus als je tweet onder @chefstaas, je mag alles doen. Heeft dit event een hashtag toevallig? Ja, hashtag dus, somebody. Dus jullie kunnen ook tweeten onder de school. Dus als jullie eigenlijk... maar als je niet kunt tweeten, gaat dat niet. Oké, okay, we gaan nu leren. Ik ga jullie een verhaal vertellen over de slides in het Engels, want ik regelmatig in het buitenland lezing geven, maar dan gaat het DT fouten. Het gaat eigenlijk over wat is vandaag bezig met de wereld. Er is een enorme beweging bezig naar iets anders. En het boeiende is eigenlijk dat andere is zo uitdagend, maar heel veel mensen durven het oude niet verlaten. Dus eigenlijk, wat is eigenlijk innoveren? Innoveren is eigenlijk geen probleem. Innoveren wordt een probleem als te veel mensen met macht het oude niet durven verlaten. En dat is het probleem. En dat is de reden dat alles zo traag gaat, ook in onderwijs. Maar ook in de industrie. Dus wat ik ga doen, ik ga jullie proberen van wakker te maken in het tijdsbestek dat ik heb. Disclaimer, elke gelijkenis met bestaande persoon is louter toevallig. Ik ken jullie niet. En dus als je zegt van, man, ik word echt kwaad, ik word ziek, ik ga wenen, ik val in slaap. We zijn meerderjarig, je kunt buiten gaan voordat dat begint. En ik kom uit de Kempen in België. Vandaar mijn eigenaardige uitspraak. Maar jullie zitten in het noorden, dat is ook niet evident. Dus we zullen ergens een elkaar vinden in het midden zeker. Dus we gaan het toch maar proberen. Interactief gaan doen. Het gaat snel zijn, ik heb 111 slides. Maar we zitten op een snelheidscircuit, dus dat moet lukken, dat moet lukken. Ik had mij 55 minuten gegeven. Maar ik weet niet, dat krijg ik nog altijd. Dat krijg ik 55 minuten, dus dan ga ik proberen te doen in 50. 8 stappen, we gaan mee beginnen. Een van de vragen die vandaag enorm belangrijk is en die ik in veel organisaties zie, dat is eigenlijk what the fuck is happening. Ik bedoel, mensen van mijn leeftijd en jongeren worden gepakt in snelheid. En dus wij weten eigenlijk niet wat er aan het gebeuren is. Er zijn heel veel acties bezig naar veranderingsprocessen. En je noemt dat de kanteling, het nieuwe werken. Maar hoe kun je nu in godsnaam nieuw onderwijs vormen of nieuwe organisaties als je niet weet wat er echt gebeurt? Hoe kan je als chirurg de juiste ingreep doen als je niet weet waarom de patiënt lijdt? Dus wat zie ik vandaag? Ik zie enorm veel veranderingsprojecten, maar eigenlijk zonder resultaat. En toch zijn er een aantal gegevens die we allemaal omarmen, of waar wij van weten. Wij zeggen vandaag, iedereen moet sneller leren en organisaties moeten sneller innoveren. Ik bedoel, dat is wereldwijd juist hetzelfde. Het andere punt is eigenlijk, ja, wij moeten organisaties bouwen waar daar mensen en kinderen passies kunnen ontwikkelen voor hun talenten. Dat zeggen we ook overal. Maar als je mensen passies laat ontwikkelen voor hun talenten, ja, dan zouden kinderen eigenlijk veel sneller kunnen studeren. Hoe komt dat dan onderwijs nog altijd even lang duurt? Dat is een dilemma. Dus eigenlijk is dat niet waar wat hij zegt. Want als je zegt, wij creëren onderwijs voor kinderen passies in hun talenten, dat kan sneller. En dus wij zitten met een aantal vragen. En de vraag die ik mij stel is, of gesteld heb, toen dat ik mij verantwoordelijk was voor leerprocessen en managementontwikkeling. Ja, hoe komt dat nu eigenlijk?
En in feite, we gaan terug naar stap 1, dat komt door de enorme toename van informatie. En dat moet je geloven, powered by the internet. Dus ik heb hier een aantal trends gezet in de industrie, hè, wat jullie kennen die allemaal. In 1771 is de industriële revolutie gegaan. Dat was eigenlijk een tijdperk waar dat men zei, stop met op dat veld te werken en kom bij mijn bedrijf werken, want dat gaat veel meer verdienen en het gaat veel beter zijn. En dan in 1929 hebben ze daar stoom aan toegevoegd, staal, elektriciteit, olie, automotives, massproductie. In 1971 informatietechnologie, in 1971 informatietechnologie, telecommunicatie. Ik ben begin te werken in de telecomsector in 1979.